Enschedeer Henk van Gelderen, verzetstrijder en oud-industrieel, is afgelopen vrijdagmiddag op 98-jarige leeftijd overleden, behoorlijke leeftijd. Van Gelderen heeft zoveel voor zijn stad gedaan dat hij in maart tot ereburger van de stad werd benoemd. De Joodse Enschedeer was directeur van stoomweverij Nijverheid, dat in de oorlog door Duitsers werd gebruikt om jodensterren te maken. Van Gelderen dook onder in Amsterdam en was zelfs ook actief in het verzet. Zijn broer werd door de Duitsers vermoord. Na de oorlog bekleedde hij talloze nevenfuncties in de stad en betekende hij veel voor de lokale culturele sector. In maart dit jaar spraken we nog met hem toen hij werd benoemd tot ereburger van Enschede. De gemeente zegt bijvoorbeeld over u dat de vele persoonlijke dieptepunten in uw leven parallel lopen met de donkerste momenten van de stad. Maar u heeft zich, stelt de gemeente, in de oorlog en ten tijde van de neergang van de textielindustrie een buitengewoon goed en dapper mens betoond. U bleef zich zowel in het openbaar als op de achtergrond op talloze plekken voor Enschede en haar burgers inzetten. Wat doet dat met u als de gemeente van dat soort woorden over u spreekt? Laten we het dan misschien heel persoonlijk houden wat u daar zelf eigenlijk... wat doet dat met u? Ja, ik vind dat oordeel van de gemeente vind ik ook heel bijzonder en interessant om te lezen en om dat te verwerken, want ja, ik heb dat iets anders beleefd dan zij daarop kijken. Okay. En ik ben uiteraard heel verrast en blij mee. Maar ik vind het nog steeds bijzonder. Maar dat moet je waarschijnlijk ook wel, want het is een bijzonderheid. Ja. Zeker, laten we dat vooral niet vergeten. Maar begrijp ik nou tussen de regels door, meneer Van Gelderen, dat u zegt, ja, als ik hem zelf had moeten uitreiken, dan had ik hem niet aan mij gegeven, dit ereburgerschap? Nee, daar was ik beslist niet toe. Nee, dat ben ik helemaal met u eens. Maar is dat gewoon, is dit valse bescheidenheid? Want ik denk toch dat ze denken dat er goed over na. Ik heb ook het land aan valse bescheidenheid. Ik ben helemaal in mijn gevoel niet zo bescheiden als het erop aankomt. Maar dit gaat mij toch iets te... Ja, zo ver dat ik dacht, ja, nee, om zo'n belangrijk burger, om eens in de zoveel jaar tot zoiets benoemd te worden, dat kan ik nog met een kleine verstand niet helemaal bij. Ja, dat was afgelopen maart, toen Henk van Gelderen nog onder ons was, zou je kunnen zeggen. Aan de telefoon nu hebben we Bert Woudstra, een goede vriend van Henk van Gelderen. Meneer Woudstra, goedemiddag. Goedemiddag. Uw vriend is overleden. Hoe bijzonder was de band? Allereerst gecondoleerd. Dank u. Hoe bijzonder was de band die u met Henk van Gelderen had? Ja, dat gaat eigenlijk een beetje in de privacy sfeer. En daar wil ik niet zoveel over zeggen. Maar laten we zeggen, een hele goede band. Ja. Een bijzondere band. We lieten net een stukje zien waarin hij toch wat bescheiden was over dat ereburgerschap. Was hij ook echt, stond hij er ook naar buitenstaanders of naar u zelf zo in? Ja, zo was hij. Ja. Kunt u proberen iets te vertellen van hoe Henk van Gelderen in de wereld stond? Nou, sociaal voelend mensen, bijzonder mensen in onze stad. Ik ben jarenlang voorzitter geweest van de Stichting Synagoge. En in dat kader heb ik Henk heel erg goed leren kennen. Nog beter dan ik kende. En er was toen een team met onze oud-burgemeester Ko Wieringa, Joop Slager en Henk van Gelderen. En dat waren echt de trekkers van de restauratie van deze mooie oude synagoge. Daar heeft hij zich geweldig voor ingezet. Mm-hmm. Op vele manieren. En ja, dat is op zichzelf al heel bijzonder. Verder was het een grote waarderen van cultuur en ze zetten zich in voor de cultuur in Enschede en Twente. Dus ja, een bijzonder mens is heen gegaan, kunnen we zeggen. Een duizendpoot misschien ook wel. Een duizendpoot, ja. Ja, dat ben ik met u eens. Hij was directeur van een fabriek waar later de Duitsers gebruik van hebben gemaakt om jodensterren te maken. Hij is zelf ondergedoken, dus hij was daar ook zelf niet bij. Heeft hij daar nog veel over gehad na de tijd? Hoe leefde die oorlog in zijn leven? Nou, daar wil ik eigenlijk niet op ingaan. Dat weet ik natuurlijk wel, maar dat vind ik te veel op de weg van de privacy. En, ja. Daar laat ik me niet over uit. Nou, laten we dan misschien, als het mag, afsluiten met uw blik op Henk van Gelderen en hoe u graag zou willen van hoe we hem zouden moeten herinneren. Nou, dat doet u al op een geweldige manier.
Ik vind wat u net hebt laten horen en wat de krant heeft geschreven, dat vind ik, vind ik fantastisch. Dat doet recht aan wie hij was. Dat doet echt recht aan wie hij was, ja. Nou, hartelijk dank, meneer Woudstra. En nogmaals gecondoleerd en ook veel sterkte met het gemis. Dank u vriendelijk.